Weet je nog dat ik dat ding had gedaan, dat ik 's morgens voor 8 uur en 's avonds na 9 uur niet meer op mijn gsm mocht zitten? Seconden! Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we zondag. Zoals je kunt zien heb ik net mijn bedovertrek eraf gehaald, omdat ik die vandaag ga laten wassen. En ik haal mijn warme Christmas bedovertrek erop. Er zijn trouwens mensen die dat elke week wassen, maar ik niet. Misschien één keer per maand, maar meestal zo een maand en een half of twee maanden voordat er een nieuwe op gaat. Afhankelijk van hoe snel ik een beu ben. Zal ik zeg me verder klaarmaken om naar mijn ouders te vertrekken, zodat ik alles mee heb. Maar nu ga ik eerst ontbijten. Wat een dag. Moet je beginnen met je ontbijten dan. Het is de belangrijkste maaltijd van de dag. En ik heb ook dorst, dus het is ook dringend nodig om aan te beginnen. Mijn appartement ligt echt wel hier terug vol. Maar vandaag wil ik ook heel vanmiddag wil ik ook heel goed aan de slag gaan met het editen van video's en vlogs. Want ik vlog tot en met woensdag. En dus dat betekent dat mijn vlogs ook moeten geëdit zijn allemaal tegen woensdag. Tijd om dit te gaan proeven. Volgens mij moet dat smaken als kippenwit. Ik vind dit echt niet zo geslaagd. Het is trouwens een mester buiten. Ik ga eerst dan bij de tafel opruimen en dan ga ik verder kijken wat ik nog moet meedoen aan mijn ouders om mijn valies te maken. Ik ga daar mijn valies maken. Want dat is wel handig als ze een beetje helpen. En ik moet toch nog dingen hebben vandaag. Voor de rit. Hallo, het is nu 7 voor 9. Rond 10 uur ga ik richting mijn ouders. En ik vraag me af wat ik nu ga doen. Oftewel ga ik vlogs editen. Oftewel ga ik mijn bureau beginnen leegmaken. Want waar we nu mijn bureau is, gaan mijn zus wonen. Dus die moet leeg, omdat ik maandag met mijn vader mijn bureau al naar hier verhuis. Omdat mijn zus oftewel het weekend gaat verhuizen voordat ik terugkom, oftewel het weekend nadat ik terugkom. En ze wil ook gewoon graag zien hoe dat de kamer er leeg uitziet of leegachtig uitziet. Dat er daar ook al dingen kunnen beginnen staan, zoals haar bed die van mijn broer komt. En de kans is natuurlijk groot dat mijn broer afkomt als ik weg ben. Dus daarvoor moeten we een plaats maken. Trouwens, hallo broer als je dit kijkt. Of hallo vriendin van broer als je dit kijkt. Want ik weet dat zij bij mijn video's kijkt. Dat is soms een beetje verzamelplek altijd als ik aan het opruimen ben. Of als ik de was aan het plooien ben, is dat mijn plaats om mijn was te plooien. En het was wel nog grappig. Ik heb een redelijk hoog bed van de IKEA. En gisteren was ik in de leenbakker en staan daar ook bedden. En ik dacht, amai, die bedden zijn allemaal zo laag. Dat komt gewoon omdat mijn bed eigenlijk wel redelijk hoog is. Dat ik eigenlijk super chill ben, omdat ik daardoor ook nog redelijk veel bergplaats onder mijn bed heb. En omdat ik eigenlijk 's morgens als ik uit mijn bed rol, eigenlijk bijna volledig in staande positie terechtkom. Het wordt wel niet zo leuk als ik ooit uit mijn bed val. Want kijk, nu zit ik op mijn bed en ik kan zo net aan de grond met mijn voeten. Kijk, mijn bed is zo hoog. Die komt iets hoger dan mijn knieën. Echt chill wel. Nu ga ik ook even mijn kamer verlichten door dit raam in te stoppen.
Als ik merk hoeveel dat er in mijn hang staat, mag ik echt 700 keer naar beneden lopen. Ik ga vanaf een appartement wonen. Nadeel is ook, ik heb mijn auto verder moeten zetten dan voor mijn deur, want mijn straat stond vol met auto's vandaag, gisteren. Sowieso is er niet zo heel veel plaats in mijn straat om auto's te zetten, omdat er parkeergarages zijn. Echt zo verschillende parkeergarages. En dan kan je auto die voor die parkeergarage zit. Anders kan er niemand meer uit. En dat is ook redelijk hard verholen. Ik heb hier blijkbaar nog gekookte aardappelen zitten. Hupsie. Nu dat ik gezien herinner ik ze wel dat ik ze nog niet allemaal had weggedaan. Maar dat was ik wel vergeten. Ik doe trouwens sowieso deze mee op vakantie, omdat die gewoon heel erg gemakkelijk is om mee te doen. Pak niet zo heel veel plaatsen en kan ik hopelijk in elke stad bijvallen. Weet je nog dat ik dat ding had gedaan, dat ik s'morgens voor 8 uur en s'avonds na 9 uur niet meer op mijn gsm mocht zitten? Ik heb nu mijn schermtijd rapport gekregen en dat was 71% minder dan de week daarvoor. En dat betekent dat ik er gemiddeld 39 minuten per dag op mijn gsm heb gezeten. Jij! Ik denk wel dat mijn tablet rapport een beetje anders gaat zijn. Sloten voordat ik iets anders productief ga doen, eerst dit mandje van papierwerk te doen. Voordat ik een boete krijg om de klad te betalen. Grown up life. Hey, daarnet kreeg ik even een enorm stressmomentje. Vandaag zit er een vrijwilliger aan ons onthaal. En ik ga daar vergeten de quote van het alarm te geven. Dus ze dacht dat ze het alarm kon afleggen, maar toen bleef het alarm piepen. Toen besefte ik dat ik haar de code niet had gegeven. Dus ik ben als een snel trein in mijn auto naar mijn werk gereden. Gelukkig was de beveiligingsfirma daar nog niet, maar dat was toch even een heel stressy momentje. Dat je eigenlijk krijgt tegen de veilingsfirma waarvan je niet weet hoe snel dat ze aankomen. Ik neem de schuld van dit accident volledig op mij. Dit is een bak met travelbrief die dan terug in mijn kast moet. Maar dit zijn allemaal boeken. Ja, eigenlijk allemaal boeken die in mijn boekenkast zitten. Die binnenkort verhuizen naar daar. Daar komt mijn bureau maandag. En mijn boekenkast gaat ook verhuisd worden maandag. Eigenlijk gaan we heel deze ruimte toevoegen aan mijn slaapkamer. Kijk, lege kast. Bijna lege kast. Een van die lege kasten heb ik niet meer nodig. Ik ga zo meteen een bad. Ik hou van badjes. Misschien net iets te veel.
Ik had een heerlijk badje vanavond, dus nu loop ik rond in mijn badjas. Na het bad heb ik gekeken naar de adventskalender unboxing van Bunny. Naar de Mischief Manage fan movie. Die trouwens niet zo heel erg goed was. En nu ga ik mijn adventskalender doen. In bad heb ik trouwens gekeken naar The Night Before Christmas of zoiets. Die nieuwe Netflix film met die redder. Vandaag is het dag 14 en I can guess what it is. Prinsenkoeken. Ik ga die morgen wel opeten. Wat weer? Maandag? Dinsdag? Woensdag? Yes, dat klopt. Nog 3 dagen! Ik heb wel besloten om deze week geen Miracle Morning te doen, omdat ik gewoon volledig wil uitgerust zijn voordat ik op reis vertrek. Ik slaap namelijk op reis voornamelijk in hostels en in nachttreinen. Dus ik vermoed dat ik een klein slaaptekort zal oplopen op reis. Dus ik wil hier gewoon niet om 6:30 moeten opstaan. Allee, ik vond het wel leuk om 6:30 op te staan, maar nu gaat het beter passen om dat niet te doen. Ik ga ook nog even mijn boek zoeken voor vanavond, maar ik denk dat hij op mijn bed ligt. Oh, mijn bed moet nog gemaakt worden. Ik heb dat dus altijd, als ik mijn lakens ververs, dat ik dat uitstel tot het laatste moment om mijn nieuwe lakens erop te doen. En dan mag ik op het moment dat ik wil gaan slapen, mijn lakens verversen. Oké. Ik heb waarschijnlijk ook heel de tijd mijn raam aan het omstaan. Yes! We hebben die. Net de eerste boek gelezen. Opnieuw. Net de eerste helft van het boek Ontspoord van thuis gelezen. En het is geen spoiler, want je ziet dat ook in de serie. Ik ben nu in het boek op het moment dat Stan zijn moeder voor het eerst mishandelt. Dus ja. Dat is niet zo goed. En nu ga ik slapen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie morgen weer. Toedels. Ja. Het is gewoon zot om te denken als jullie dit zien. Dat ik al aan mijn tweede land ben. Of zo. Poef. Ik denk dat ik nu. Ik weet mijn reis helemaal niet van buiten. Maar ik denk dat ik nu. In Praag of in Bratislava ben. Ik ga het hier even onderzetten als ik het morgen heb opgezocht. Als ik het heb opgezocht als ik deze video aan het editen ben. Doodles. Doodles. Doodles.